Ja, hallo lieve poëzieliefhebbers. Ja, vanmiddag geen poëzie in de soos. En het zou over Willem Elschot gaan. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal zijn meest beroemde gedicht, Het Huwelijk. En daar wil ik nu één passage, meest beroemde strofe eigenlijk uit dat gedicht, voorlezen. Het gaat als volgt, dan gaat even de bril op. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren. En ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren. En die des avonds komt, wanneer men slapen gaat. Toen ik dat las, die bekende strofe, dacht ik meteen ook aan Zentwer en aan het niet doorgaan van allerlei activiteiten. Want ik lees het nogmaals en dan met die blikrichting. Maar doodslaan deed hij niet. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische corona-bezwaren. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. En ik ben ook een beetje weemoedig omdat zoveel dingen, zoveel mooie activiteiten niet doorgaan. Dus een heel toepasselijk gedicht. Tot zover.